P-R-O-T-P. U luistert naar de Protpot. Alles geven, hè? Welkom bij de Protpot. Ik ben Christophe. Ik ben van Hans in het begin grote fan van het eiland. En ik ben Eline, ex-collega van Christophe. En wij konden vroeger op het werk niet zwijgen over het eiland. Dus nu gaan wij een beetje verder babbelen, hè? Ja, en vandaag is een speciale aflevering. Dus we gaan het niet hebben over een aflevering, maar we hebben het weer over twee personages nu. Hè. Yes, over? Zeg maar. Ja, eigenlijk het favoriete tv-koppel van toch onze volgers. Ons favoriete tv-koppel, Free ja. En Liesje. Onze Valentijnspecial. Ja. En we zijn daarvoor bij Ann Miller en bij Jeroen van Dijk. Merci voor te komen. Ja, graag gedaan. Leuk. Ja, nee, merci dat wij mochten komen, want ja, wij zijn bij u thuis, hè. En in ons hoofd woonde Jeroen van Dijk hier ook, maar dat klopt natuurlijk niet. Ja, maar die gaat soms zo voor de dingen weg, maar eigenlijk woont hij hier af en toe wel een keer. Die komt hier af en toe wel eens een nachtje logeren. Ah ja, die bubbel is toch niet volledig doorprikt in ons hoofd. Nee, dat is vrij goed. Als ons jeugd, dat mogen we niet zomaar laten passeren, hè. Ja, maar hoe oud waren jullie toen dat werd opgenomen? Opgenomen in 2003 hadden we er net. 2003, ik denk dat ik, ik kan niet zo goed tellen, maar ik denk dat ik iets jonger dan 30 jaar was. Rond de 26 moet ik geweest, 26, 27. Ik ook zoiets. Dan, ja, ook zoiets. Ja. Ah, tof, hè? Amai. Ja. Het is lang geleden. Ja, we gaan er volledig in duiken, want We hebben toch ons al een beetje verdiept in die personages. Ze hebben toch ook redelijk wat iconische scènes en redelijk wat quotes aan zich kleven. Daar gaan we het allemaal over hebben. Hè. Ja. Maar eerst ons eilandisme. Eline, heb jij een? Ja, de laatste tijd moeten ze mega veel dingen doen via It's Me, hè, voor je aan te melden voor je vaccin en blablabla, voor die PCR-testen. En ze vragen altijd, identificeer u. En dan denk ik altijd, Frankie. Ja, Frankie TNT, Tony Payard. Oh, weet het over wat ik het heb? Of? Nee? Nee. Ja, maar je moet sleuren, hè, Christophe. Ja, het is wel een extreme ook. Nee? Ja, dat is echt mega. Ja, het is redelijk meta, toch? Ja, dat is waar. Ja, ik denk er direct aan. Zie. Ah ja. Absoluut. Ja, ja. Zullen er wel nog zijn. En bij u, Christophe? Ja, ik heb er twee. En de één is wel speciaal, toch een beetje één in de free-hoek. Dat is namelijk, ik heb gerealiseerd, ik kom dus nog heel weinig op mijn werk, maar als ik dan toch nog een keer een dag op het werk moet werken, dan heb ik direct wel meer last van mijn keel. En dan pijs ik toch, ja, dat is een airco. En had jij veel last van de airco, Tony? Free had toch last van de airco? Je had toch een keer een droge keel, is, hè? Ik heb dat toch zo ingevuld in mijn formulier toen. Ah, oké. Okay. Ja. Ah ja, kijk. Ik ben blij dat je het nog weet. Ja, inderdaad. Bij mij vragen ze vaak, als we mij tegenkomen, is er toch altijd iemand die zo... Zitten wij in dezelfde dimensie? Ja, de dimensie, ja, dat is denk ik wel. Ja, bij mij is het scheet natuurlijk, hè. Hoe dik was dat kik? En zo veel jaren later, dat je daar tot... Want ik ben dan... Ja, in het dagelijks leven zijn we daar niet mee bezig, hè. En dan ineens, ja, 10 jaar later of zo, iemand is... Ik moet een scheetje laten. En dan moet ik altijd even nadenken. Allee, van, exact. Oh, nee. Exact. Ja. Je moet dat zo een keer doen alsof je niet weet overal als het hebben. Dat is super gênant. Ja, want dat heb ik zeker ook al gedaan, hè. Zeker ook al gedaan. Oh, ik zou daar veel spijt van hebben, moest ik dan die loon gemaakt hebben. Ja. Maar dus, eilandisme, heet het zo? Ja. Wat ik heel dikwijls voor heb, dat is dat ik toch een beetje scene ben. Dus dat ik... ik merk dat van mijn eigen. En hoe ouder dat ik word, hoe erger dat wordt. Dus dat ik dan aan mijn kinderen of aan mijn man iets zeg. En als die dan niet direct ja antwoorden... Ik zeg niet letterlijk, willen we dat afspreken? Maar wel, ja, is dat... Is dat dan afgesproken? Is dat beloofd? Oh, en dan voel ik mij heel hard... dat ik denk, ik ben de foute weg op aan het gaan. Ik moet een beetje rustiger worden. Amai. En al die quotes inderdaad. Like, blij dat je in mijn team zit. Dat zit toch ergens nog altijd in mijn achterhoofd. En ook inderdaad, willen we dat afspreken? Ja. Dat zit altijd wel ergens in mijn achterhoofd. Ja, dat is wel. Die heb ik gisteren nog gehad. Ik heb nieuw werk en... Ik kreeg gisteren een mail, blij dat je in ons team zit. Ik dacht, kijk, verlassen. Voilà. Ja. Maar mensen weten niet meer, denk ik, volledig van waar dat nee, komt. Dat denk ik ook. En dan, dat is gewoon zodanig gelijk algemeen geworden. Maar mensen weten niet dat dat van Thailand komt. Het zag er mij zo in type uit. Oh nee, en toch. Ja, dat is, en toch, sommige uitspraken zijn er al, zonder dat je
überhaupt nog weet dat van het eiland komt. Zeg, en zeg je er zo geen tip uit? Heb jij een bepaald type mensen dat je kunt... Hoe herkennen we die? De eilandenaars? Hoe bedoel je? Je zegt die mevrouw dat je met zo'n type Ja, zo. Ja, nee. Gewoon ook wel iets ouder en een beetje serieus. Ja, ik weet het niet. Dan kan ik mij niet inbeelden dat ze zijn zo het s'avonds... Kan ik naar het eiland kijken? Allee, dat zag er mij zo heen uit. Stop als het niet luistert. Ja, dat weet je niet. Ah ja, trouwens, wij hebben dat al twee ondertussen al gebinged. Maar ik zal niet spoilen, maar wij hebben dus twee zomers al gezien. Ja, en daarin zegt hij dat ook wel een keer. Willen we dat afspreken? Ah, zie, voilà. Dat zal mijn eigen inbreng geweest zijn, vrees ik. Ah, dat wist ik niet. Dat heb ik niet. Nee, ik heb trouwens één dingetje dat jij in al uw rol veel zegt. Wat? Ik ga mijn eigen leren kennen, zeg maar. Dus, zo. Echt. Dat woordje echt. Oké. Okay. Zo overal tussen, als je ergert aan iemand, zo het woordje echt, dat ik mij afvraag, zit dat daar nu ingeschreven? Of is dat nu gezegd dat zodanig, ver alles wat ik gezien heb met u, zegt ze dat wel een keer? Dus... Geschreven, hè, waarschijnlijk. Geschreven, zeker. Dan van die dingen. Zeker. Waarschijnlijk zal ik gedacht hebben dat marcheerden in Thailand, ga het overal meepakken. Ja, dan zeg je dat ook. En heb jij een eilandisme, Jeroen? Nee. Hebt u uw mail niet gecheckt? Nee, ik heb mijn mail niet gecheckt. Nee, mail. Diagonaal. Mail. Voilà, dat is al één, hè. Ah, dat is al één. Ja, dat is dan echt. Dat heb ik nu gegeven. Het is goed. Die rollen zijn zeer op de waarheid gebaseerd geweest, hè. Dat is ongelooflijk. Dat is wel... Ja, blijkbaar. Ja, dat weet heb ik wel veel moeten horen. Zo, jij zit zo, als je mensen tegenkomt. Is het echt? Ja. Ah, ja. Want wij zijn hier te laat gekomen en ik zei tegen Christophe, maar de Freddy zal ook wel te laat zijn, want die zal wel zijn bus gemist hebben. Maar ja, wij waren niet te laat. Ik was niet. Ja, dat is ons schuld. Jij wist niet dat we kwamen. Oh ja, ik wou nog een eilandisme delen, in dat echt niet Free of Leashen is, maar die echt te eiland was om niet te delen. Ah, oh, zeg je? Zit zo op Facebook op zo'n groep, Veld noemt dat mijn thee, dat is zo van die VZW en dan... Ja, dat heeft veel met ecologisch tuinieren en zo te maken. En ook veel... Ja, het grappigste dat ik eruit vind, is als ze onbekende vogels of insecten spotten. En dan, wat is dat? Dan krijg je daar vooral op hun uit, vrij grappig. Die namen dan van die vogels en al. En nu had er iemand een foto gedeeld van een torenvalk. Ik heb een torenvalk gespot. Wow. Maar de foto was zodanig gepixeld dat je het bijna niet zag. En die zei er al direct bij, ik weet het, de foto is niet goed gelukt. Dat gaan we allemaal gaan indenken. En dan gaan de pijzen toch aan de Ludo die zegt, Leugenaartje. Maar nu kunnen we wel beginnen aan de luisteraars vragen. Hè? Ja. Voilà. En de eerste vraag is, ze noemen haar eigen Flavia, geen... Ja, is dat haar achternaam? Ik weet dat eigenlijk wel, niet. Ja. Oh ja, sorry Flavia. En zij vraagt eigenlijk aan jullie alle twee, hoe kijken jullie terug op jullie rol? Met een goed gevoel, met een slecht gevoel? Nou, sowieso met een goed gevoel, hè. Dat was sowieso... Allee, het feit dat je hier zit en dat je daar nu nog mee bezig bent, maakt al dat het met een goed gevoel is. Maar sowieso, hè, was dat een super fijne periode. Dus kijk, daar... Ja, ik weet ook, dat was het begin van de dingen die je deed en dan met die acteurs mogen samenspelen. En er zijn toch ook wel heel... Ik heb dat met de Gloria natuurlijk ook, maar ook bij het eiland wel anekdotes en momenten geweest die dat je nu nog altijd aan terugdenkt, is super fijn waren. De rol zelf weet ik dat ik soms wel een beetje gefrustreerd was, omdat ik zo de normale en ik kon dan zo... Met jaloezie kijken naar de Michel Drits en naar de Frank Fokketijn. En dat die allemaal zo van alles deden. En ja, ik voelde mij dat ik zo'n beetje... Ik weet dat ik in het begin dacht, oei, zou de jakken denken dat ik dat niet kan? Of wat zou er zijn? Maar ja, dat was ook wel, denk ik, een beetje de rol dat ik moest vervullen. Van zo mee als kijker te kijken of zo wat... Ja. De raarheid van die mensen... te zien. Ja. Dus dat was zo soms toen dat ik wel dacht, ik zou graag mee wat dwazer doen. Maar alleszins was dat super tof om te doen. Ja, je moest, jullie eiland was zo, om een beetje evenwicht te brengen. Hè? Ja, het was wel nodig. Melinda was al ook aan de slag weg. Ja, Linda was niet zo evenwichtig, denk ik. Maar... Die periode in haar leven. Ik ook niet eigenlijk. Ik ga er inderdaad ook vanuit dat ik ook maar wat normaal was, hè, samen met u, maar dat is eigenlijk ook niet zo. Ja, eigenlijk ik ook niet. Maar fijn, er bestaan geen normale mensen. Laat ons zeggen dat de boodschap vanuit de serie was. Nee. Ja, de Free heeft wel zijn... De
Frey iets meer dan Liesje, heeft ze wel ook zijn grappige dingen. Maar in het geheel van het verhaal zit hij wel meer aan de normalere kant. Ja, ja, absoluut. Ja, wij stonden er vaak naar te kijken. Ja, ja, twee, dat was dikwijls onze rol, hè. Ja, gewoon ja. Zo verbaasde ogen. Van achter de planten. En open mond. Ja, ik moest daar eigenlijk vrij vaak zijn zonder iets te doen. Ja. Om die, op de ja. Set, ja. Ja, dat is echt, en dat was mijn eerste acteerrol, zeg maar. En dus ik was er dan een hele dag om dan op het einde van een dag twee keer met mijn hoofd zo boven oh, de planten nee. Zo, is het of echt, ja. Duim. Dat heb ik nooit over nagedacht. Ja, gooi een bal op. Gooi een bal, ja, ja, dat is één. Hè, dat is één. Daar heb ik dan een hele dag op gewacht. En dan, maar dat was natuurlijk een zalige leerschool, zo, samen met die acteurs die dat daar dan keihard aan het spelen zijn. In het koffiehoekje zitten. Ik zat er altijd in het koffiehoekje, eigenlijk. En er werd veel porno gekeken ook, hè. Op de max. Dat was toch zo. Dat is ook een Nederlandisme. Maar elke keer als ik die computer zie, ja, zit dan denk ik aan porno. In Thailand. Oh, okay. Ja, dan denk ik aan porno en zit ik in Thailand. Ja. Ik heb daar bijvoorbeeld geleerd wat... ik wist nog niet... Nu kom ik zelf terug niet op het woord. Allee, een vrouwelijk orgasme... met spuiten, hoe noemt dat? Hè? Dat is een goede ja, vraag. Sorry, daar zullen we misschien ook moeten knippen. Ik ben misschien een stapje te ver aan het gaan. Ik kan heel snel zien. Dat, ook, ah, dat, ook nee, dat is zo liefje. Squirten. Zo. Squirten, ja, dat ja, heb ik ja, daar allee, kijk, en ook dat visueel van, gezien. Ja. En dat blijft voor mij. Op toen die computers. Het amai. Voor mij. Amai. Maar dan moet dat toch mega vastlopen. In die tijd zo... Als ah, ja, naar een foto Bruno kijkt, van dat zo... toch ja, maar dat was echt zo van die fragmenten. Dat herinner ik mij nog, dat waren van die fragmentjes van een paar seconden, hè. Dat is waar. Dat was zo reclame, zo'n paar seconden, ja. En dan stopte dat. Dat was dat. Dat is waar. En dan was dat hilariteit alom, hè, want wat een iets... Al die computers lopen vast. Ja, maar ik denk dat ik ervoor nog nooit naar porno is. Ja, leuk. We hadden die allemaal op het internet aangesloten, ja. Ah ja, waarschijnlijk, ja, hè. Ja, ik denk dat wel. Toch die van die mannen, van dat manneneilandje? Ja, dat is daar toch wel moeite in gestoken. Bij ons was het proper. Ja, weet je, er zijn dingen dat ik denk... Is dat nu echt gebeurd of heb ik dat gedacht? Ja? Want ik, in het tweede seizoen, als ik dan met mijn dochtertje kwam... Mm-hmm. Op een bepaald moment, in het begin was hij er altijd bij. En was hij nog zo... Het was echt vlak na mijn bevalling, ik denk 2 weken erna of zo... Dus dan was hij, maakte hij nog geen lawaai, maar dan iets later begon dat zo dat hij in dat mandje lag en dat hij zo wat begon... Zo wat kleine geluidjes en dat ging dat niet voorop te nemen. Dus dan had ik een babysit mee. Ik heb een keer Philippe zijn mama mee, maar ook een babysit. En ik herinner mij nog, want Wim en zo deden altijd de nozel van hun broek afdoen en dingen. En volgens mij, maar ik ben niet 100% zeker, zat die babysit daar in dat doekje... En de jakke kwam 's morgens binnen, die jakke die dat nooit deed, nooit. En die dacht dat wij daar zaten en die kwam binnen en die deed zijn broek af van... Hey! En dan ging die babysit zat daar. Oh. Volgens mij is dat gebeurd. Maar ja, dat is in mijn herinnering, maar misschien is het niet waar. Maar... Oh, dat meisje. Amai, ik merk dat je dat allemaal verdrongen hebt. Ah, ja. Ik kwam allemaal zo'n beetje terug. Dingen, ik heb heel veel verdrongen, maar dat zijn de dingen die ik toch bijgehouden heb. Amai, dus jij moest spelen met een babytje van... Allee, je babytje was 2 weken oud. Maar ja, ja. Wow. En wat ik mij vooral... Dat was een brute set. En dan... Ik herinner... Ik hoor nog zo iemand roepen... Miller moet kolven. Ja, ja, ja. Constant. Miller moet borstvoeding geven. Ja. 2 seconden wachten. Allee, kom. Door. Kom af. En dan zette jij zo achter een kartonnetje ergens. Ja, maar dat was, ik zou dat normaal gezien nooit gedaan hebben. Maar dat was, ik had dat eerste seizoen al opgenomen. En ik vond dat dan zo erg, omdat... Ja. Ja, dat was zo plezant en ik wou daarbij zijn. Dus ik dacht, voort, maakt mij niet uit. Ik regel dat wel. Amai, zo zot, joh. Ja, en dan heb ik eigenlijk moeten stoppen met borstvoeding geven toen als we in dat café draaiden. Want daar werd toen nog gerookt en zo. Ja, ja daar werd binnen nog gerookt. En ik weet dat ik dan zo... Ten eerste dag dat wij daar draaiden... Ik rook, hè. Jij rookt in die serie binnen. Ah, ja, ja voilà. Je ziet mij zo... dat is ook maf, hè. Dat zie je ook nooit meer op tv nu. En dan weet ik, in dat café zat ik en dan moest ik afkolven, want in dat café kon ik geen borstvoeding geven, want daar zat dan nou, volk, ik weet niet, figuranten. Ja, ja, inderdaad. En dan was er achter die bar was er een gast die moest tappen en dan zat ik op mijn hurkje naast die gast af te kolven om dat allemaal te laten uitkomen. Dat was ook mijn eerste kind, dus dat was allemaal nog zo zoeken en ja, dat was inderdaad goede momenten. Ja.
Amai, jongens, zo zot. Ik kan me dat niet inbeelden. Is uw dochter dan die baby op het einde van seizoen 2 of is dat iemand anders? Dat zal iemand anders zijn. Ik weet even niet welke baby dat er op het einde van seizoen 2 komt. Leslie, wij denken dat hij Leslie noemt. Denk het. Ah ja. Is dat niet... Oh, dat hebben we hem niet gevraagd. Is dat Bruce? Ik kan het wel opzoeken, dus het is afgetiteld. Dat is waar. Die baby staat afgetiteld. Ik denk dat die baby wel afgetiteld. Ik denk dat die baby wel afgetiteld staat. Dus kan dat wel. Ik kan haar compleet. Maar dat is denk ik niet mijn kind. Huh? Dan had ik toch geld gekregen. Ja, krijg je geld van een baby te laten meedoen? Dat weet ik niet. In zo'n geheel niet, denk ik. Mats Watte, kan dat? Dus als ik de namen van de gastacteurs bekijk... Mats Watte, sorry. Ah, oké. Okay. Toch een bekende baby dan, hè, van iemand, waarschijnlijk. Erik Watte, ja, dat is de producer, of een van Ja, ik denk dat dat dan zijn baby al geweest zijn. Ja, dus... Voilà, het babymysterie is oplost. Die van mij was niet schoon genoeg, waarschijnlijk. Ja. Voilà, ja. Oh, en dat moppeke. Dat ze zo altijd die pop lieten vallen en zo. Ah, ja, ja. Dat was ook zoiets. Dat ze deden of dat een baby was, toch niet? Huh? Dat ze daar een pop hadden en u deed te geloven dat dat een baby was. Oh. Ja, zo, dat zo'n pop is en dat je die zo laat vallen. Dat is een mopje om iedereen te chockeren. Wie deed er dat? Oh, jong. Wie deed er dat? Iedereen deed daar 100.000 dingen. Ook ooit met dingen... Met mijn dochterje ook. En dat was de keer dat de mama van Flip mee was. En de Wim deed zoals mopje altijd van dat... Ja, hoe moet je dat noemen? Van dat droogneuken. Van dat, ja, maar dat staat op een bloeper. Zoals mopje altijd. En dus zo'n middags, kom hier, Müller. We zitten mensen op die kast en die deed dat. En wij draaiden ons om. En wij zagen zo Flip zijn mama met mijn dochterje in haar armen zo, die daarop stond te kijken. Dat was echt... Hé, hey, schoonmoeder. Maar ja, nu lijkt het precies alsof dat alleen over seks ging. Dat is wel... Er waren andere. Er werden veel mopjes gemaakt, maar niet alleen over seks. Hè. Laat dat duidelijk zijn. Ja, want dat meisje, datzelfde meisje vraagt, hoe was de sfeer op de set? Maar dus... Altijd spelletjes ergens, hè. Ik herinner me ook nog dat die jakken zo op een gegeven moment met steentjes aan het gooien waren. Altijd zo competitief, zoiets... Om ter dicht met steentje bij de ruit geraken. Zo. Nee, dat gaat er dan ja, superfijn, maar sowieso, hè, als Jacke regisseert, is dat wel fijn. Dat kan zo boertig zijn dat je er sowieso mee moet lachen. En dat die zorgt wel voor een hele goede sfeer. Maar pas op, ik weet wel bijvoorbeeld het verschil met In de Gloria en het eiland. Het eiland was wel al heel technisch, waardoor dat... Bij In de Gloria konden wij dikwijls dingen... Ja, namen wij dat op, maar in één keer en van één standpunt of... Hè, maar bij het eiland, je zat met 3 aan een eiland, dus alles moest wel hè, een keer two-shot, enkel langs daar. Dus dat was soms, dat was ook wel, het is niet alleen maar gelachen geweest. Veel meer aandacht voor continuïteit dan. Ja, wel, dat was de eerste keer dat ik daarvan hoorde. En dat is echt zo, op een gegeven moment zei de Jacken eens tegen mij van, man, echt waar, ik krijg je dingen gewoon niet gemonteerd, want je doet altijd iets anders. Ah, ja, ja. Maar dat was mijn eerste job, wist ik veel. Dat je dingen 2 keer of 3 keer ongeveer hetzelfde moest doen. En Don Van Dijk was daar een krak in. Ja, altijd. Die kon keigoed akkoord. Die was altijd... ik heb daar ook veel geleerd van iedereen, hoor. Ja. Wow, voor mij was dat ook echt het begin... Dat moet wel moeilijk zijn. Dat zijn dingen dat je als gewone kijker totaal niet mee bezig bent. Hè. Toch? Allee, hij misschien wat meer. Ja, ik let op die dingen. Het kan niet zijn als je te lang, als je u te lang bezig hebt gezien. Hè? Nee, dat is zo. Als we ze zeggen, wat is dat toch niet? Als een personage dat niet goed doet, dan de gemiddelde kijker ziet dat niet, maar voelt dat wel dat dat minder kwalitatief is. Zo van die kleine dingetjes. Ja. Ja, dat zal wel kloppen. Ja. Ja. Kwalitatief. Huh? Ja, je voelt dat toch? Dat is zo gelijk als in een band een bassist niet zo goed speelt. Ja. Dat valt minst van al op, maar je voelt dat er iets niet goed aan is. Zo. En dat is hetzelfde. Ja, je merkt dat vooral als je nu 2 keer in de scène op een ander moment dat glas hier op hebt. Ja. Dat je denkt, tja, die is juist niet al opge... Ja, en in het begin als je speelt, is het eigenlijk...
is dat gewoon lastig om daarmee bezig te zijn, want eigenlijk speel je gewoon beter als je daar niet mee moet bezig zijn. Ja. Tenzij je op de duur al zo weet van, ah, ik moet daar rekening mee houden. Maar het is veel makkelijker om te spelen zonder daar rekening mee te houden. Mm-hmm. Ja. Ja. Maar in de Gloria moest je dat veel minder tot niet doen. Ja, omdat dat minder... Minder gekut, hè? Ja, dat was ook... Ja, dat script... Dat werd aldoende gemaakt. Allee, Jacke had wel dingen geschreven en dat was er wel. Maar dat was niet zo... Dat werd niet gefilmd op die manier. Waardoor dat je veel meer ruimte had om vrij dingen te doen. En de volgende keer deed je dat dan gewoon anders. Hè. Maakte niet uit. Ja, kijk, jij dat zo, want wij merkten... Want we hebben al Frank Fokketijn en Tanja van der Stande al gehad. Dat zijn de twee die ook in de Gloria gedaan hebben, die we al gehad hebben. En die kijken zo gelijk terug dat op... Het eiland en in de Gloria als zo één periode. Is dat voor u ook? Ja, absoluut. Ja, ja, dat is echt zo'n bubbel waar ik naar mijn gevoel in gezeten heb. En dat je nu zegt van... Frank en dingen... Dat, ik weet dat ik dat ook ongelooflijk vond. Dat was dan wel in de Gloria. Maar voor mij is dat inderdaad ook daarmee dat ik dat waarschijnlijk dikwijls vernoem. Ja, het zijn veel dezelfde mensen. Ook Jan dat geregisseerd heeft. Ik weet ook hoe lief dat die allemaal waren. Dat weet ik nog heel goed. Dat zo Frank en dingen... Ja, je bent dan nieuw en je komt daarbij en je denkt, oh, die gaan denken, wat is dat voor een? Of kan die wel iets? En die hebben mij allemaal met zo'n open armen ontvangen. Dat is echt een heel fijne periode om aan terug te denken. Oh, dat is leuk. Ja, super, super fijn. Ja. We kunnen eigenlijk naar een luisteraarsvraag gaan. Iemand die iets heeft opgenomen. Dus we kunnen dan een keer naar luisteren. Beste Jeroen en Anne, worden jullie soms nog aangesproken als Free of Liesje? Ja, dus, was dat de vraag? Ja. Wat was de vraag? Worden wij soms nog aangesproken als Free of Liesje? Ah, ja. Ja, ik wel. Ik ook veel. Eigenlijk veel. Ik ben nog toch... Eerder de Free. Ja, zeg maar. Nee, dat was het. ik denk een week geleden nog. Dat ik ergens in een restaurant was en zo allemaal mannen van rond de 50 jaar, CEO's die een of andere networking avond hadden. Liesje is daar, maar Liesje. En als die dan wat gedronken hebben, dan komt er wat naar boven. Zo. Ja, dus af en toe nog wel. En het scheetje, hè. Het scheetje blijft hangen. Allee. Oh, dat is zot. Ja, nee, Bruno zei dat ook. Als, vooral zo zatte mensen. Dan die zo dan naar hem lopen. Sammy! Zo gelijk op festivals en al. Ik denk ook, ja, als je... Ja. Zo is dat bij zat studenten. Wel inderdaad. Want ja, wel lastiger zijn dan voor jullie waarschijnlijk. Sammy Dange. Ja. Ik herinner mij dat ik een keer in het Sportpaleis was. Dat H van Hummel of zo. Ah, ja. Waar jij ja. er ook? Ja. Dat ze zo bij de Hummel allemaal van die maskertjes. Ah, Alain en Sammy. En dan keek het in het publiek en... Ja, ja, juist. Maar dan was het zo de helft aan masker op. Heel vies. Oh. Ja, ik ben ook een keer serieus van verschoten. Dat dan een keer iemand naast mij aan de rode lichten, zo'n masker. Ja. En dat was echt... En ik, van Sammy? Ja, en ik keek en dat was echt zo... Oh, zo. Ja, tot in mijn teen voelde ik. En veel studenten. Ja. Veel studenten bij mij ook. Dat vind ik echt wel een compliment nog, als zo jonge mensen dat doen. Dat is zo, ja... Dat zijn twee werelden die dan zo bij elkaar komen. Ja, het wordt doorgegeven. Ja, ik heb dus het eiland leren kennen als student nog zijnde, maar zo'n laatste jaar. En ja, voor mij kwam alles mooi samen. Ik studeerde in de filmrichting en ik deed zelf zo al wat jobjes ertussendoor, zo via interimkantoor. Dus ik kwam zo al regelmatig op werkvloeren. Dus ik zag zo diezelfde soort groepsdynamieken zo... aan de gang, waar Jan Eelnem mee aan het amuseren was. Dus ik snap dat ook. Ik was net ook dus nog student, dus ik snap wel dat bij studenten dat ook al aanspreekt. Ja. Maar wat dat precies is, weet ik niet. Als zij denken, we gaan dat later ook hebben of zo. Maar denk dat ook... Ja, misschien is... Als je zo, dat er zoveel uit gequote komt, wordt, dat. En als je het dan niet mee kunt, dat je zoiets zegt van verdorie, ik moet nu toch wel een keer kijken. Ja, het is gewoon leuk. Dat gewoon moet meedoen om te kunnen meedoen. Ja, ook gewoon, het is een weerspiegeling van veel meer dan alleen maar het kantoorleven. Hè. Dat is het ook wel een beetje. Hè. Ja, zo, dat is waar. Ja, je ziet het niet alleen op kantoor gebeuren, hè, diezelfde dingen. Ik vraag me af wat dat zou zijn als dat nu zou uitkomen. Zo met allemaal gifjes en internet en Instagram en weet ik veel. Dat was toen allemaal niet. Ja, maar er zijn superveel gifjes. Die serie wordt precies maar groter en groter elke keer. Ja, dat is eigenlijk... Ja, als ik dus Schelle kijk nu nog, ziet dat er dan heel verouderd uit? Weinig. Maar Peter Keustermans heeft ons uitgelegd dat dat nu op stream staat en dat ze dat volledig hebben moeten aanpassen. Nou, omdat hij...
Allee, hij weet dat, hè? Ja, nee, dat ik kan dat uitleggen, ik kan dat niet uitleggen. Het stond iets gereduceerd voor op een dvd te zetten. Dus ja, wij kijken veel op de dvd-kwaliteit, maar er is ook nog een betere resolutie. En op streams kunnen die zien. Ja. Dat is echt degene die toen nog... Maar je bedoelt verouders van zo... Ik bedoel van zo dat je denkt van, allee, dat dat toen nog zo Nee, dat is zot, want die computers zijn super fancy voor die tijd. Dat dat eigenlijk niet zo hard opvalt, vind ik. Het enige raar is zo gelijk dat Freya gaat roken... Op de gang, ja, op zo de gang, van die kleine dat bestaat niet meer, hè. Met een eigen gsm, hè, zo met zo'n antennetje. Echt? Ja, zo, en jij belt er ook mee, zo'n gsm'tje zo, van toen. Ja, en dan alleen had dan een nieuwe gsm. Allee, had zijn eerste gsm, daar kwam het dan mee af. Zo. Dat is ook zoiets dat... Maar eigenlijk zijn er heel weinig dingen maar die veranderd zijn. Je zit niet constant in het gevoel van ik zit naar iets uit te kijken. Nee, nee. Als je oplet, ja... De kledij is soms wel. Het meest opvallende vind ik dat... Dat was heel VRT, denk ik, hè, die kledij. CNA, hè. CNA, staat erop ja, ja, ja. Wel, een van de opvallende dingen is dat K3 nog effectief 3K's is. Ah ja, dat omdat dat een trivial time een vraag is. Ik herinner mij vooral dat ik mijn eigen kleren ook af en toe aan had. Ah ja? Ja, oh ja, dat... Ja, want dat zou wel niet van de CNA geweest zijn. Dat kan niet, hè. Dat was gewoon mijn eigen jeans die stuk was dan. Nee, dat is echt. Ik heb zo mijn eigen rugzakje, mijn eigen jas en broek. En... Dat zou dan ook wel geweest zijn. Gewoon. Wat, dat werkte, hè? Ja. Ja, hij had altijd zo van die lange kolkjes aan en zo. Allee, ja, die hemdjes waren zo. Ja, die hemden en dan die rare fashion. Dat was ook altijd zoiets heel hip toen. Vintage hip. Recht uit de tweedehandswinkel kwam ik. Ik ook een beetje, denk ik. Zo van die rokjes en die rode pulletjes en die... Had ik ook niet staartjes en zo? Op uw feestje, fijn, denk ik. Met uw zus? Ja. Met mijn zus. We hebben eigenlijk nog een luisteraarsvraag, maar die is eigenlijk al beantwoord. Hè. Welke quote achtervolgt jullie het meest? Maar ja, dat hebben we eigenlijk al gehad, hè. Of heb je nog een andere quote? Is dat verplicht? Dat hoor ik ook vaak. Maar dat is van de... Dat hij hebt gezegd. Allee, dat Free heeft gezegd. Is dat de Free heeft gezegd? Dik en bal? Nee. Ja, voor mij is dat wel van de Free. Maar ja, dat is niet, wij zijn niet de referentie. Hè. Nee, wij zijn niet de referentie, dat is waar. Wij zijn de uitzondering. Over die dimensie beginnen ze meestal. En over Mexico? Dimensie, Mexico beginnen ze daar niet soms over? Dat is die andere dimensie, denk ik. Is dat niet hetzelfde gesprekje? Ja, dat is dezelfde zin, hè. Zit hij soms ook in een andere dimensie, gelijk in Mexico of zo? Nee, want hij zegt die Guido, zegt hij... Ik weet er nog een. Ja. Wacht, ik ben plaaster moeten gaan halen of zo. Ja, de brico. Ja, en ik moet nog even naar de brico verplaatsen. Random. Ja, ga hij soms naar de brico? Ik ga soms naar de brico. Oh, allee, moest ik je daar zien? Ik zou... Ja, word je daar niet aansproken? Ik zou zo flippen, echt. Ja. Hey, Free, welkom in de brico. We zijn zo blij. Maar ja, er werken daar toch superveel studenten. Die, dat werd, die zijn sowieso u aan het filmen en zo. Hè. Dat maar kan niet anders. Nu, de volgende keer dat ik naar een brico ga, dan ik anders binnenkomen. Een akelig gevoel over de wereld. Ja. Maar we hebben een keer een reclamefilm gezien van zo'n doe-het-zelfzaak. Wootex, dat jij meespeelt. Wootex, ja. En wij vonden dat hilarisch. Ja, dat heeft niet zoveel views, maar de meeste wel van mij. Wij vonden dat echt zot. Ja, dat is niet alleen voor plaats. Dat is echt goed, ja, want hij doet zo echt zelf dat hij niet weet hoe hij zo'n schuurmachine moet aanzetten. Ja, maar ik weet dat ook niet. Ja, dan vroeg ik mij, ze spreken nu aan met Jeroen, maar ik vraag me af. Ja, hier steken ze de vrede. Dat hebben veel mensen dus, hè. Dat onhandige, dat geklungel, dat niks weten. In hoeverre is dat gespeeld of in hoeverre is dat echt? Dat is echt. Dat is redelijk op u gebaseerd. Dat is redelijk mezelf, ja. En bij u, de quote, buiten de scheet? Heb jij een quote dat soms terugkomt? Nee, ik denk dat niet. Ah, in mijn hoofd is uw quote zo van... Ja. Als ik binnen 24 uur niet terug ben. Weet het niet? Ja, dat is komt me al zoeken. En jij dat zelf nog, jij sprak dat zelf achterstevoren. Nee, inademend. Was het
Hallo. Ja. Ja, dat was een stemmetje. Ja. Maar jij deed dat ook in een voorstelling. Ah, juist. Ja, ja, ik heb een voorstelling gespeeld waar ik helemaal zo speelde. Als een oud vrouwtje. Fantastisch. Ik weet niet meer wat dat is. Gebroers, geboers. En dan speelde ik de oma van Wim Obroek, ja, en van Wim Willaert. En dan sprak ik... En dus dat, zal dat, dat, dat was dat inderdaad. Ja, 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 juist. Nou ja. Ja. Dat is wel uw quote in mijn hoofd. Ja, dat ging die meeste doen. Ja, en toch ook, is dat niet onnozel? Nee. Is, toch, is dat niet nutteloos? Zinloos. Zinloos, ja. Is dat dan niet gewoon zinloos? Ja. Wel, ja, dat was mijn rol helemaal. Hè. Ja. Kijken en denken, is deze niet zinloos? Ja. Ja. Ja, dat is iets dat al zit in Fawlty Towers. Dat ze ook de bijrollen, zo Espres, die mogen niet te grappig zijn, hè. Het is wel die een best wel fout die het grappig. Ja, ja, dat lag niet aan mij, hè. Nee, want wij boden maar aan. Dat expres, niet te grappig te zijn. Dat is tijd voor het eerste fragmentje, zeker. Aha, ja. Oei. Oei, dat is kapot. Ja, ja. Waar kan ik een nieuwe vinden? Je moet dat aan Michel gaan vragen. Dat is die met een baard. Ja. Dat snap ik dus niet. Hoe lang heb je die al? Ik weet niet, hoe lang ben ik hier al? 3,5 maand of zo. 6 jaar. Guido, hoe oud is die van u? Oh, Michel, dat is nog altijd mijn eerste, dus 8,5 jaar. Ja, ik snap wat je wilt zeggen. Maar. Frankie? Ik ben 4 jaar en 3 maanden, Michel. Dat zijn dus dingen, hè, vriend. Die gaan niet kapot. Je valt Michel, want de man is kapot. Dat gaat niet kapot, vriend, als je daar normaal mee werkt. Voilà. Ja, wat nu? Nu, niks. Trivial time, jongens. Ik regel dat wel. Oké, jongens. Spelletje tot 5. 1 euro inzet, Guido. Ja, maar Michel. Wacht. Zeg het u toch dat ik het wel zal regelen? Dank je, Loosveld. Kom. We waren toch beter niet geweest, hè? Dat is niet maar. Als ik nu zie hoe ik op die perforator sta te motten, dat is ook niet normaal, hè? Wie slaat er nu zo op? Ja, ik had dat maar gezien de tweede keer dat ik... Ik weet ik had dat dus op VHS opgepakt, hè, die dag. Dat dat voor het eerst online was, want ja, de opvolger van In de Gloria ging komen. Dus. En dus die scène komt daar eens 5, 6 minuten in de eerste aflevering. En dan... Het moment dat, allee, ik was pas mee dan, vanaf hier. Dus tot dan was het zo van, hey, maar die acteren veel te overdreven in vergelijking met In de Gloria. Dat is veel te veel gemonteerd. Ik was er nog niet mee, maar dan bij dit zag ik zo van, ja, in de Gloria is het allemaal te doen over die kleine details die ik zo super grappig vond. Uh-huh. En opnieuw bekeek, zo gelijk iemand die zo'n keer mat goed legt of zo. Dat klopt allemaal. En hier zo, ja, over zoiets een scène maken. Dat ik vind dat ook wel, als ik het nu terugzie, ik vind dat, ik weet niet of schoon. Dat is toch waar, zo dat, over dat inderdaad wat je zegt, hè? Zo een scène maken over zoiets. En je voelt direct in je plaats van, oh, komt dan maar binnen bij zo'n gast. Ja. En iets kapot is en dat je zo, hè, inderdaad, Liesje die al zo weet, gaat dat maar aan de Michel gaan zeggen. Je gaat, godverdomme. Ja, je voelt je bij al lang. Je slecht voelen. Ja. En over zoiets, en dat ook wel heel mooi dat dat lukt om over zoiets iets te maken, inderdaad. Ja, zo, en zo, ja, zo goed... Zo goed, want dat was me In de Gloria niet. Dat was zo echt goed gemonteerd en alles van dat geluid zat... Allee, toch allee, goed gemonteerd zo. Dat erin zit, hè, dat echt een fictieverhaal krijgt. Ja. Hè. En, daar zo, en dan inderdaad, na een paar keer dat ik keek, zou ik in één keer eenmaal die mot wel een beetje overdreven. Ja. Omdat, zo van, ik weet niet ook, bam. En dan dat geluid. Ja. En dan... ja, maar uiteindelijk, ja, je wilt dat toch soms met een perforator toch... Eén papiertje meer, zo. Dat is zo, iets dat je toch wil. Dus, ja, dat is lui zijn, hè. Of snel wil zijn en dan uiteindelijk gaat het veel trager. Nee, maar ook die kick van dat zo dat toch doorgeraakt. Nee. Goed, adrenaline. Ja. En zo die reactie van Liesje, van die mij toen direct al denken aan een personage uit In de Gloria. Ik leg een beetje overdreven veel linken, hè. Okay. Heb je zo'n aflevering, dus niet van de meest bekendste geworden, denk ik. Waar dat je zo twee werknemers hebt en die in ene heeft een tombola loodjes verkocht. Ja. Voor het bedrijf. En hij moet dan, hij gaat zo naar het secretariaat, komt dan uiteindelijk bij de management assistant uit, die dan aan haar bureau zit. En die dan zo ergens zo iets gaat gaan opscharen. Maar ze, de manier waarop dat ze zo hem aankijkt en zo nog een keer op lacht, zo. Dat is exact wat er daar gebeurt. Hè, zo. Ja, ja.
Ze ziet al aankomen allemaal van, ja, hij mag nu naar Michel. Ja, dat is zo erg. Ja, trouwens, een klein detail. Frank is een perforator. Als je goed kijkt, is hij ook kapot. Echt? Ja. Allee, jong. Hij zegt mij dat nu pas. Ja. Allee. Ja, we hebben samen aflevering 1 niet gedaan. Nee, dat is waar. Dat is waar. Nee, ja, ik vond dat... Dat zou Frank heel perfect gedaan hebben, hè. Gedaan alsof hem niet kapot was, maar zijn eigen perforator was kapot. Ja. Goed, dat gaan we dat allemaal opnemen. Hij zit al, ik weet niet hoe lang, dienen van Michel of van Guy, dus te pieken. Nee, gewoon een reserve. Op even een reserve. Ik heb nog een reserve. Ja, ja. En dan is er nog iemand die, ja, die eigenlijk gevraagd heeft... Het is ook al een beetje beantwoord. Ja, het is al de hele tijd beantwoord. Ben je ook in het echt een Free? Ja, dus. Ja. Nog altijd? Nog altijd. Dat is spijtig, hè. Ik doe mijn best. Ik blijf mijn best doen. Ja, maar hij vindt soms wel zo uit. Dat is misschien wel nieuws. Zo die uitvluchten die hij ooit maar uitvindt. Ze vonden een cadeau op een bus laten liggen en al. Ah, oh, maar ik denk, ik denk wel dat hem daar echt overkomt. Dat hij echt een cadeau op een bus laat liggen. Ja, dat hij gewoon veel pech heeft omdat hij zo laks... dat is nu gebeurd, spijtig. Zo. Ah ja, het is niet dat dat een uitvlucht is. Ja, wat ik mij ook afvroeg is, wat hulde daar eigenlijk... Want van Frank Fokkentij weten we wel een leuk verhaal, hè. Ja. Wat hulde daar eigenlijk in het echt zat te doen als hulde eraan in een bureau moest zitten... En bij liedjes, die is altijd maar met lijm en met scharen bezig. Ik heb daar ook echt... Dat herinner ik mij, met dat je het mij nu vraagt. Wij hadden zo papieren liggen... Vol stond dat. Met kribbels, tekeningetjes, plakkers, knippen inderdaad. Om je braaf en je stilte bezig te kunnen houden. Constant. Ja. Ik heb nog nooit zoveel op een toetsenbord op een leeg scherm zitten. Ja, dat is echt... We hebben daar wel uren gezeten aan dat bureau. Want ik herinner me inderdaad al die tekeningsjes dat ik maakte op dat papier. Doen alsof je mee iets bezig bent. Op een gegeven moment was ik ook echt... Ik heb geen idee wat mijn job daar eigenlijk was. Maar nu, als personage, ik heb geen idee. Nee, import of export, dat weet je niet. Nee, ik heb echt geen idee. Er moest van alles altijd ingevuld worden en geschreven. Heeft Stanislavski werk verricht voor de dingen? En ik weet ook hoe dat je op die zetel moest gaan zitten. Hoe dat je op die... op je bureaustoel. Het was altijd zo... Ik moest altijd op een of andere manier. Ah, zo Je zat nooit op je gemak. Zo'n niet traditionele manier van zitten. Zo. Nee, jij hangt daar vooral. Ik hang altijd zo op die bureau. Ja, ene keer zit het toch zo heel vlijtig zo te knippen als je een collage aan het maken zit. Ah ja, dan zal ik... dan zit het zo wel... Heb je toen echt een collage gemaakt? Dat is echt lang geleden. Dat is echt erg. Nee, ik heb waarschijnlijk geen echte maar die zo geld waard, zei ze nu. Moest die nog bestaan? Oh, ik zou dat nu niet in mijn living hangen, hoor. Hij wel, hè? Ik heb wel een Hans voorstelling dat hij eruit ziet, die collage. Maar eigen natuur. Eigen natuur. Eigen dat was echt mee. Hoe heet die een nolleke? Ja. Moest ik voorlezen. Maar ik moet wel denken, de Wim Opbroek heeft volgens mij eens al zijn tekeningen laten zien. Ja, van Sammy. Ja, dat is waar. Ja, die had prachtig boekjes. Ja, die had keisgewoon tekeningen gemaakt. Ja. En volgens mij had hij dat binnenkort opnieuw tentoonstellen. Hij had er nog iets mee doen. Maar ja. Ze bestaan nog. Ze bestaan. Ja, die collage dat ook. Ja, ik was geen collage op. Maar hij zit ook soms een keer met een schaar bezig. Ja, veel. Dat vinden we altijd zo. Ja, raar. En at jij zelf echt crisp rolls? Dat staat altijd op dat je staat bureau. Op hun bureau. Crisp rolls. Of hoe zijn dat chips? Zo, nee, zo Zweedse knukkenbreud. Zo. Ja, ik denk dat ik dat wel aan doen. Dat was echt van u. Nee, dat denk ik niet. Maar dus het fragmentje dat je juist hebt laten zien, zeg ik wel mijn eigen rokje, mijn eigen vestje. Ah, ja. Dat wel. Er was wel veel... Dat je zo meebracht en dacht, oké, we gaan dat doen. Ja, hij kwam toen met een rugzak. Ja, dat is zo'n blauwe rugzak die ik nog in mijn kast zie liggen nu. En die training, was die van u of van de maat? Trainingsbroek. Die trainingsbroek... Weet je dat meer? Ik weet dat nog wel, maar ik weet niet meer of dat die van mij was. Maar ik liep er wel echt zo bij toen. Ja. En die kapotte jeans vooral, daar schaamt mij nog over. Op het feestje, hè? Op het feestje, ja. Is er zo'n kapotte jeans en mijn moeder, ik weet nog dat die... dat je heel mooi vond toen, of wat? Dat was zo. Dat was zo'n afgeratelde achterkant. Zo.
En mijn moeder had al 100 keer gezegd, gooi het hier eens weg. En ineens komt dat in Thailand. Zie. Ja, en als het dan in de plas liep, was dat zo tot hier dan zo helemaal nat. Not, dat had ik wel toen. Ja, dat is wel trouwens iets waar ik een beetje mee vastzit met die twee personages. Van, wel, ik weet niet of jullie daar een beeld bij hebben of hadden. Van hoe kwamen zij eigenlijk naar kantoor? Want daar zitten wat discrepanties in. Vertel. Met de bus. Ja, wel, je ziet in de aflevering De Lente, gaan ze buitenshuis met Elder 2 iets gaan eten. En ze hebben dan Alain uitgenodigd, maar juist die dag kan hij niet. Ja, en dan zie je ze van op de parking komen en Liesje lijkt een autosleutel in de hand te hebben. Dus je denkt dat hij met een auto komt, maar je zegt op het feestje van Michel, ik moet mijn bus nog halen. Oei. Jongens, toch? Continuïteit. Ja, maar dat kan toch? Dat kan zijn, dus de theorie is... Dus wel, soms kan ik de auto van mijn moeder geleend hebben. En dan, als ons moeder weg moest, dan moest ik de bus pakken. Hè? Ja. En mij komen halen waarschijnlijk en ook af en toe. Ja. Of zo'n beetje een band al... En Free komt dan, dat vind ik dan ook... Ja, die heeft geen auto, want dat zegt hij letterlijk tegen Sammy, als hij hem naar het ziekenhuis moet voeren. Nee, die heeft ook geen rijbewijs gehad. Nee. Dat is keiveel. Maar hij komt dus uit de voet toe op die 5, dat vind ik ook raar. En dan is hij met een bus naar de 5, maar ook keerde dan terug. Wow, die gaat ervan uit dat er hem iemand wel zal afzetten. Ja, of dat hem bij mij mag blijven slapen. Ja, voilà, hij hangt er al die was direct al van plan. Die was al wat van plan. Ja. Nee, in mijn hoofd, maar volgens mij heeft er een personage van u van in die periode rij op een brommerke. Want ik had in mijn hoofd dat hij met een brommer kwam. Ah, dat, ja, dat zie ik ook wel. Met zo'n mobiletje. Zo'n een dakske zo. Een dakske, ah ja. En met zo'n bol helmke zo. Of de Camino. Camino. Dat is ervan dat die jeans helemaal kapot is van achter. Maar ik vermoed dat een ander personage uit een andere serie van u dan een keer moet gedaan hebben. Maar dat ik dat daarom dacht. Want ik zie dat gelijk echt zodanig levendig voor mij dat dat wel moe. Maar, ik heb een brommerke. Pas toch, hè? Wat er nog iemand afvroeg. Ian noemt hij, of dat het nummer van Sky Tiger, of dat ooit volledig is opgenomen. Dus Bucky laat zo een keer een fragmentje horen. Ja, dat was een nummer van mij. Ah ja, echt? Ja, dat was een echt liedje dat ik gemaakt had. Maar uw band noemde dat niet Sky Tiger? Nee, ik had dat zelf thuis met de computer en zo. Ah ja, lief. Ik had zelf een nummer gemaakt en Jacken had dat dan gehoord en die wilde dat dan gebruiken. En dan uiteindelijk zag ik ook maar met de aflevering dat hij ineens Sky Tiger heette. Ja. Ja, nee, dat was echt een nummerke van mij. Ik wou daar... Voilà, zie, daar kan hij misschien nog iets mee doen nu. Ja, dat kan. Hij heeft zijn collage niet meer, maar wel zijn nummer. Ja, ik kan wel mijn liedje gaan brengen. Ja, want overal. Hij vraagt ook of dat ergens te beluisteren is. Ja, is dat nummer ook volledig ergens? Jawel, nee. Hij gaat daar optredens mee geven. Voilà, Sky Tiger. Ja, moesten we dan nog kunnen achterhalen? Amai, dat nummerke. Goh, ik zal eens kijken op... Een diepe harde schijf ergens. Ja, dat is wel cool. zijn oude harde schijven. Amai. Ja, Bruno heeft al sinds zijn nummerknal teruggevonden en naar ons gestuurd. Ja. Dat heb ik nog opgenomen. Waar hij op beatboxt. Ja. Ja. Ja, dat was in mijn appartementje toen. We wilden zo een eilandlied maken. Voor een drink dat er eens een keer was. En dan wouden Bruno absoluut een nummerke. En dan moest ik zo op beatboxen en hij met zijn gitaar. Weet je dat nog? Dat er zo'n drink was? Ik weet vooral dat er zo wel gefantaseerd werd over nummertjes maken en een bandje oprichten. Een bandje, Maar we hebben dat nummer even ons dat dan doorgestuurd. En via ons is dat dan op Radio 1 geweest, een keer. Oh, galé. Ja. Het eilandlied. Ja. Het eilandlied. Een première. Ja. Voilà, dan kunnen we naar het tweede fragment gaan, hè? Ja. En van wie is dat, lievelingsfragment? Het is het fragment van Anne. Ah ja. Het is in de toiletten. Anita? Anita, zit jij dat? Nee. Hè? Wie zit jij dan? Barbara. Barbara? Barbara wie? Barbara van Dam. Maar allee, zit jij dat? Ja. Wat doe jij hier? Nee. Nee, ik ben ik wat triestig en dan slaat dat bij mij direct op mijn darmen en bij de mannen was alles bezet. En dan ben, maar ik zweer u, dat is de eerste keer dat ik hier bij de vrouwen
Allee, ja, ik steek nu wel mijn vingers in mijn mond, maar ik heb die natuurlijk gewassen, hè, daar binnen in die lavabo. Oh, daar is toch geen lavabo? Nee, daar is geen lavabo. Goh, lage jongen, je staat hier te liegen. Maar ze is wat kalm, ja, jongen. Ja, kalmte kan u redden, dat zeggen ze, maar dat is niet zo. Allee, wat is er gebeurd? De liefde, mijn liefje. Allee, gisteren zijn we dan samen gaan eten en we hebben een hele fijne avond gehad en herinneringen opgehaald en zo. Allee, gewoon zoals vroeger. En straks aan een telefoon zegt hij toch wel dat ze mij nooit meer wilt zien. Ja, jongen. Ja, dat heb jij gedaan, hè. Ja. Weet je, liefde, en liefje, dat moet van twee kanten komen. Dat is tweerichtingsverkeer. Allee, weet u dat je dat misschien moet bezien? Elk einde van iets, hè, is een begin van iets anders. Hè? Van iets nieuws. Ja. Ja. Ja, nee. Ja, maar nee, maar dat is... Allee, dat is wel waar wat jij zegt, hè. Vind je dat ook heel schoon? Ja, ik ben ook eens blij dat ik het nou zo heb kunnen zeggen, zei Liesje. Ik zou je daar willen voor bedanken, zeg. Allee, zeg, sorry, maar ik moet nu echt heel dringend zijn. Ja, nee, natuurlijk. Ja, ik dat wel eens. Allee? Ja? Kun je even... Allee? Ah, ja, nee, natuurlijk. Ik wil je niet horen. Nee, ik wil dat niet horen. Dan. Allee, is nu wel degene dat je echt niet wilt tegenkomen als je dringend pipi moet doen, hè? Dat is lastig, hè? Nee, maar wel, eigenlijk is dat toch wel een supermooi personage, hè? Hè, zo die onzekerheid daarvan en die dingen, dat is eigenlijk zo lief. Ja, gaat daarmee te doen, hè? Ja. Oh, mijn manneke, liefdesverdriet. Ja, en dat zit zo ook tussen, hè, Liesje, van ja, ze wil die wel helpen, maar ook weer, ze wil zo die afstand zo op de juiste manier houden, want het is diezelfde aflevering met Nolleke. Dat dan dat mime... Ah ja, dat hij zijn kansen ziet. Ja. Dat ze dan samen een mimeshow opvoeren. Oh, leuk is dat. Ik had twee liefdesverhalen in het eiland. Ja, ja, een onbeantwoorde en een beantwoorde. Oh, leuk voilà. Is dat. Ja, je weet dat ook niet. Is hij, ja, of dat hij echt iets wil met Liesje, dat weet hij ook niet. Het is zo gewoon ja, een gemakkelijke weg om een soort van... Hij had ja gezegd. Ja? Maar ja. Ja, hij had toch een boon voor Liesje. Ah ja, ah, ja, hij zat toch tegen zijn pa, ah, ja, ja. Toch ook? Een van de twee. Zit er daar een meisje? Een van de twee, hè. Ja. Ja, wordt er wel wat verlegen, hè. Ja. Ja. Want dat is ook zo wel een ding natuurlijk, dat hij juist dan naar die meisjes-wc's gaat en zo. Ja. Dat is zoiets dat bij ons ook speelde. Ja, dat is ook zo vies dat hij dat dan uitlegt, waarom dat hij ja, daar zit. Dat hij dat dan op zijn darmen slaat en denkt, en oh, maar laat het. Oh. Ja. Ja, met zijn vingers dan in zijn mond. Ja. Maar ik vind het ook wel grappig hoe hard dat jij moet plassen. Amai, ja. Ik zou waarschijnlijk op voorhand gedacht hebben, ik wil niet normaal spelen, ik wil ook meedoen. En ah, ja. Dat zou dat geweest zijn. Plassen. Ja, het is echt wel zeer dringend. Dat je gezicht heeft, stop nou bij je handen tussen je benen. Zo dringend is het ook niet. Je hebt toch gebogen daar, precies. Een beetje overacting. En dan hebben we nog een vraag van Mike, maar dat kunnen we laten horen. Ja, het is... Ja. Een gelukkige verjaardag, Liesje. Ik vraag dat niet graag, maar... mag ik naar je feestje komen? Voilà, het is eruit. Ja, dat is een luisteraar van ons meer... die dikwijls zo'n keer het ja, het is meer een verwijzing naar een fragment dan een effectieve vraag. Het antwoord is ja, hoor. Iedereen mag naar mijn feestje komen. Ah ja, dat was in de Blauwe Kater, hè? Ja. Leuven, ja. Ja, dat weten we ondertussen. Ja. Met de vuurkorven, dat is toch ook echt een beeld en een sfeer dat er niet... wel nog opgebrand staat. Ja, maar waren dat geen twee locaties? Ja. Want het ene is volgens mij Nijdrop. Ja. Ja. De exterieur is Nijdrop interieur is Leuven. Ja, ja, juist. Ja. Ja. Ik ben er zelf achter gekomen dat ik dat jaar ook daar geweest ben. Oh, amai. Ja. Maar dat is wel mijn lievelingsfragment. Het vuurkorf gebeuren. Want ik was toen 15 jaar zo als op tv kwam. En ik dacht wel zo van... Oh, ja. Ik vond dat, ik weet niet, tof. En ik dacht toen zo... Allee, toen had ik zo mijn eerste lief. En dan dacht ik ook van... Ah ja, dat zal dan zo zijn. Maar zo. Leuk om te mogen spelen. Allee, ik bedoel dan niet... Verstaan me niet verkeerd. Ik bedoel niet dat ik dat keileuk vond om mijn route te mogen kussen. Hoewel dat daar ook nog een anekdote over bestaat. Ik weet niet of jij het weet, dat jij had toen een lief. Oh. En, ja, en ik speelde achteraf in een toneelvoorstelling met uw toenmalig lief. Dat was uw ex toen al. Okay. En die vertelde dan aan mij
Want ik weet nog dat Jacke toen aan mij vroeg van... En als dat is, doe dat gewoon goed, hè. Binnendraaien, up en... Zo. En ik dacht, ik ging ervan uit dat hij dat ook aan u gezegd had. Maar blijkbaar was dat niet zo, want jij was thuisgekomen, vertelde nu ex-lief toen. Nice. Tegen aan mij dat jij thuisgekomen was en je zegt dat van amai, die Anjon, die ging er wel nog wel voor. En ik dacht jaren later, oh nee, de Jacken heeft dat alleen aan mij toegezegd en niet aan hem. Hoe gênant was dat? Ik herinner mijn verhaal over die kust, dat is zo... Ik kan roken, koffie, Martino gegeten, heel veel kauwgom. Kijk, met dat je het zegt, komt er iets van terug, ja. Maar dat is niet wat ik onthouden heb. Ik was heel de tijd zenuwachtig om te moeten kussen. En je dacht, ik ga een Martino kunnen eten en een koffie drinken. Ja, dat gebeurt. En dan denk je van, ja, goh, ik moet toch wel iets eten. Dat was dan een broodje Martino. Oh, gaar, erg, ja, misschien goed wat ajuin en dat. En dan denk je, oh, ik zal toch maar wat chique dan. Maar weet jij dat ook nog, op die moment? Want zo'n kus, je hebt al die close. Ja, ja. En dan moeten, basically, is dat de moment, hè, dat er iets moet gebeuren, zeker. Maar dan hadden wij nog eigenlijk vrij lang longshots, waarin de Alain aankomt en... Dat vond ik dan nog het appetantst. Je zit dan zo moet op de achtergrond en niemand is nog met je bezig. Je moet daar de hele tijd zitten kussen. Ah ja. Ja, dus je dan alleen met zijn korf en dat is dan moeilijk, want dat moet dan juist zijn en je moet dat dan geloven en dat is in beeld. Maar op de achtergrond zie je ons dan zo... Ja, maar ik vond het ook speciaal dat zo random erin kwam. Dat was... jullie waren geen... hoofdverhaallijn. Meestal zo, hadden jullie ergens de sleutelpositie uit, zo'n beetje in het verhaal. Nee, ineens. Maar zo ineens stond die romance van jullie kwam daar zo in. En zelfs dan bleef het zo random, want dat zat altijd zo gemonteerd tussen al de rest. En dat was zo... Ja. We zullen een keer kijken, hè? Want dat is mijn lievelingsfragment. Ja, ik heb die fragmentjes... Ja, het zit dus ook heel gekut tussen van alles, dus ik heb ook stukjes hard op elkaar moeten zetten. Ah ja, sorry. Ja. Jullie twee, hè? Jullie zijn fantastische mensen, hè? Ja, dat is... Hé, hey, wil jij ook eens, Sammy? Ja, kom, het is goed wel. Zeg, bedankt voor hem op te vangen. Bosklappers. Bosklappers. Ça va, hè? Ja, sorry. Ah, wel? Wat? Jij weet van niks. Wat? Ja. Kom eens mee. En wat nu? Ik weet niet. Jij bent begonnen. Ah, hij wil zo spelen. Nee, maar het is wel waar. Nee, jongen, hij wordt wel lachen. Ik denk dat ook. Ik heb wel lang gezeten, hè? Een heel lange. Ah, maar dat is aan achterstevoren natuurlijk, want je stond al in brand op het einde. Ja, ja, de romance begint, want ze kunnen ons dat gefilmd hebben, maar alleszins in het verhaal inderdaad, ja, eerst gaat hij weg en dan pas begint de romance. Dus Sammy en Alain zijn al weg. Ja. En Alain steekt het in gang eigenlijk zelf. Hè. Ja. Gaarne. Hij zegt zelf, ja, op het moment dat hij wel gezoeken heeft, blijkbaar, ja. Is hij vrij eerlijk. Ja, ja. Oh. Maar ja, kijk, dus als ik echt aan het puberen was, dan dacht ik van, ah ja, kijk, dat is dus romantiek aan een vuurkof. Dat een beetje... was toch ook romantiek? Ja. Ja, ja, nee, ik meen het, hè. Ja. Vuurken erbij. Ja. Plastieke stoeltjes. De eerste keer denk ik dat ik mijn dochter niet mee had naar de opnames, omdat daar gerookt werd. Ah, ja. Ja, ik denk het. Ja, daarbuiten, ja, dat is zo. Dat is soms iets slagveldachtig ook, toch, met die, of nee. Mag dat zo niet bekijken. Met die vuurkorf. Want voor jullie gaat het goed, maar met sommige personages gaat het een pakje minder. Ah, zo bedoel dus, dus het moment dat je dan zo dat totaalbeeld krijgt van die vuurkorven die daar zo nog staan en zo één koppelje die daar zo zit,
dan voel je ook wel zo die... Ja, ja en echt een jeugdhuis. Ah wel, maar ik herinner mij die een binnen vooral heel hard. Dat is dan niet een binnen van dingen, nee. Maar die een binnen was ook echt... Ja, daar kon je geen kind ergens zitten. Ja, allee, dat was echt zo de geur van vroeger als je uitging. Ja. Overdag dan. Ja, zo. Ja. Oef, ja. Ja, oei, dat is overdag gefilmd. Ah, ja. Ja, 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 ja. Dat is allemaal niet echt, joh. Ja, hier. Nee, dat was een hele dag, dat feest. Hè? Want ik heb ook dat fragment. Ja, het er ook een stuk van, ja. Ja, ik vond dat heel tof. Ja, voilà, kijk, we zullen daar direct naar kijken. Hè. Ja, ik vond dat vooral ook superleuk, dat die vijf, omdat dat zo een keer ergens anders was. Allee, je hebt ze ook zo een keer in een bos en zo... En maar dat was zo iedereen op een andere plaats. Ja, dat was inderdaad dat was wel wat. En wel, ik kom in! Dat was Frans op de straks op bureau, maar ik was een beetje gespannen. We zijn fantastisch goed bezig, Michel. Ga, man! Al super lang niks meer gezien. Daarvan, als ik dat nu terug zie, dan vind ik dat echt heerlijk om te zien dat over niks over wat iets triviaal dat dat gaat en dat er dan toch zo'n soort thrillerachtig iets van. Ik vind dat zelf, om heel eerlijk te zijn, echt wel heel grappig. Ja, dat vinden wij ook. Ja, dat was van. Want ja, dat is echt hoe ineengestoken, vind ik. Dat die montage zat en al, dat bestond gelijk nog niet. Hè. Zo, over zoiets, zo'n verhaal en zo gemonteerd en al. Dat, nee, dat is waar. Dat is allemaal redelijk nieuw. Nu zijn ondertussen wel al veel Vlaamse series in dat ze wat van weg hebben. Hè. Maar dat was echt een van de eerste keren. Ja, inderdaad. Zo, Hulde danst samen. Ik had het nu pas voor het eerst gezien. Ah, ik heb het niet gezien. Ja. Ja, jij weet het nog. Ja, want je hebt dat fragment gekozen, je hebt er één gekozen waar dat zelf niet echt een hoofdrol in speelt. Nee, dat wist ik niet dat dat de bedoeling was. Nee, dat moest niet. Tegen mij zei jij toch dat de bedoeling was? Nee, dat moest niet, het moest niet. Hè. Oh, weer niet gesnapt. Ik heb gezegd, je mocht één nemen ook wat er niet in komt. Nee, ik leer dan zo mee dat verhaal mee. Hè, over de Michel, je weet nog niet wat dat voor speed allemaal gaat komen, maar die laat zich een keer... Helemaal gaan op Liesjes feestje, weet je? Dat vind ik al zo plezant. Ja, die mannen waren gewoon heerlijk om naar te kijken, hè. Oh, waar, hoe crispeert. Is een Nobroek als DJ. Die is serieus ook, die is serieus. Hey, dat is waar, hè. Weet je nog dan? Wie speelt dan weer? De DJ? Wouter Hendricks. Wouter Hendricks, en die heeft dan een bruis met zijn lief. Ja. En dan moet de Frankie overpakken, weet je, de rol van zijn leven. Als DJ van de vijf. Ja, DJ Fralo. En het moet nu lukken hier. Ja. We staan hier geparkeerd achter een camionet, Fraco. En wij hadden zoiets van... Oh, ja, dat is echt... Dat is zijn. Dat is echt raar. Oh, maar dat is toch... Ja, en dat nummer... Ja, het is ja, een beetje is een fout gekozen, nummer, hè? Zo. Ja. Hey, toch? Ja, het is zo al uitgerangeerd. Hè. Brian Adams, dat past perfect bij Michel. Dat is zalig. Ja. Echt zalig. Van alle andere rollen die je ziet in Thailand, was er een andere rol dat je ook graag had gespeeld? Michel Dretz. Dat had keigoed gegaan.
Dat is een mopje, nee. Zo. Maar ja... Ja, je hebt eigenlijk al aangegeven, hè, dat als je ze zat te kijken, dat ik liever ze wel in iets zottere, iets... Nee, maar achteraf gezien ben ik... Ik ben gewoon kei blij dat ik dat heb mogen doen. Dus dat, nee. Maar die mannen zijn natuurlijk wel heerlijk, hè. Die naar boven op dat tak met hun tas en... Inderdaad, wat jij ook zegt, die is serieus. Dat keihard menen. Ik vind ook, ja... Ook... Daarom was dat ook altijd zo hard lachen. Omdat dat allemaal zo... Die, allee, hoe zeg je dat? Een vals serieus. Weet je, daar waar ging het eigenlijk over? En altijd zo tegen elkaar en altijd van alles aan het doen. Daarom moesten die ook altijd zo hard lachen. Hè. Ja, en dat personage dat van een Tom is ook super mooi, vind ik. Hè. Die Alain, dat is zo dat... De lach der dwazen. Dat tristig figuur. Die dat zo... Oh, de uitgestoten, de gepeste... Ja, de nieuwe, hè. Ook zo. Hè? Als je zwaar nieuw begint, dan zei de Alain. Hè? Maar dat al die rollen zijn, ik weet niet hoe tof. Hè? Wat Sien daar speelde. Dat is ook, weet niet hoe leuk om te doen. Hè? Dat is allemaal heerlijk. Ja, en Bucky. Ja, zo zijn er ook veel, hè, in het echt. Van die Bucky's. Ja. Dat vind ik ook zo... Oh. Ik begrijp. Ja, ik kan dat nog altijd niet goed snappen, dat dat bestaat eigenlijk. Zo mensen die andere mensen... Ja, zo van die echte... In de ogen niet gunnen. Boah. Maar hij had er veel die zo... een lelijk figuur, hè. Ja. Hij had er helemaal over op het einde, hè. Maar hij had er veel die zo wel die trucjes en al wel echt gebruiken, hè. Ja, dat manipuleren. Ja. Zouden ze nog altijd een koppel zijn, Free en Liesje? Ah ja? Ah ja, gewoon hier. Ah ja, kijk, voilà, we hebben bewezen. We hebben een scoop, Christophe. Nee, ik denk niet dat ze het geld zouden hebben. Nee, niet. Ik weet het niet. Nee. Hoewel, misschien. Ze wou 3 kinderen. Ah ja, je wou 3 kinderen, ja. Liesje wou 3 kinderen. Ah, ja. Dat is juist. Dat is gelukt. Maar of dat ze nog samen zijn? Die kindjes, dat is gelukt, ja. Ja, dat denk ik wel. En zo 1 op de 2 weekends een keer bij u, alle 3? Nee, ik denk... Of zelfs niet. Hij is al vergeten aan het station en zo een keer. Dus oh, ik op de bus. Besloten dat ik er meest voor ga zorgen. En, hij mag als hij bij mij komt en dan zo een keer mee naar de zoo gaat of zo. Maar dan na de zoo... Zijn nog vrienden? Na de zoo terug, ja. Ja, ja. Ja. Heel gemoedelijk. Ja, dat zie ik ook wel gebeuren. En zouden ze nog allebei over Sinalco werken? Sinalco. Moeilijk om je mee te gaan, hè. Sinalco, alleen maar. Bestaat dat bedrijf nog? Ja. Maar weet je wel, misschien wel, hè? Zou het dan nog bestaan? Wij denken dat hem zo nu op de coronamarkt gesmeten zal hebben. Ja, zo. Dat daar zo wel van alles mee doet. Vaccins of handgel of zo. Was dat voor de Vree niet meer een vakantiejob of zo? Zo voelt het. 3 maanden en een half zei hij dat hij er werkte. En dan, tegen dat die baby geboren is, werkt hij er nog. Dus dat is dan een vakantiejob. Ook dat eindigt met een... Ja, flash forward. Flash forward. En hoe is dat? Ja, ze zijn er nog allemaal, dus eigenlijk komt... Ja, zo, en Portius terug, hè? Dus Michel en Sonja zijn dan, hebben dan een babytje. En ze komen hem dan toen. En dan zie je dat Portius terug op de stoel zit van Bucky. En dan Michel nog altijd een basis. Dus Michel en Portius lijkt dan ook wel te lukken. Ja, dan, als ik dat nu zo allemaal hoor, dan werkt hem er nog de Vree, denk ik. Ja. En dan zijn ze nog samen ook, hè? Ja, dan denk ik dat wel. Ja, als dat allemaal lukt... Ja. Nee, we hebben dat eigenlijk aan al onze gasten al gevraagd. En eigenlijk vond ik Tanja haar antwoord nog het beste. Dat ze zei zo nog altijd alleen zou zijn, maar met vrij veel katten. Ah, dat ze zo 6 of 7 katten in huis zou hebben. Ja. Dat is toch echt... Ja. Dat klopt volledig. Ja. Voilà, maar ik denk dat alles vragen erop zetten, hè. Ja. Ze zei dat hij nog aan iets denkt. Nee, ja, we hebben er weer een keer goed in. Zou jullie nog aan iets denken? We gaan nu vanavond naar Thailand kijken. Zeker. Voilà, kijk, dat is onze bedoeling. Ja. Ah ja, hebben jullie een DVD-box? Dat vragen wij ons ook al. Ja, ik heb een DVD-box. Weet je wat eigenlijk de leukste herinnering was? Met dat ik nu zo opnieuw kijk. Weet jij dan nog dat we zo in de Roma eens een keer een marathonvoorstelling hadden? Ja, juist. Dat vond ik het leukste ever. Dat was, ik weet niet hoeveel jaren dat geleden is, maar... Dat was eiland 1 en 2 na elkaar, met zo'n pauze ertussen, geloof ik. Amai. Allee, man, dat is een dag. Ja. Dat was een dag en dat was fantastisch. Want dat was precies... Ineens werd dat theater. Mensen lachten alsof echt op die moment aan het gebeuren was. Dat was zo hard. Jong, dat zou ik ook graag een keer bij zijn. Ja. Heel leuk was dat geweest. Het eiland met live publiek, zo gelijk die sitcoms... Ja.
Eigenlijk Friends. Ja. Ah, ja. Ja. Ik heb al één keer een klein montage gemaakt ook. Ik heb een keer een stukje met lachband gedaan. En met zo, van, omdat Seinfeld is mijn favoriet. En zo met dat slappend basket er zo vooral tussen. En zo. En ik heb een keer een stukje gedaan om te zien wat ze geven. Ja. Was het goed? Ja, dan lijkt het gedateerder, vind ik. Ah, ja, ja. Dan krijg je een gedateerder gevoel. Als je ja, dat bestaat niet meer, toch? En ja, de grappen komen er meer uit en de drama schuift naar... Dat willen we niet, naar, schuift naar achter, hè. Het evenwicht is juist nu, hè. Ja, hè. Ah, ja. Ja, dus dat krijg je dan. Ik heb het ook kort gedaan, met een minuutje of twee. En dan krijg je dat. Maar ja, maar in de groep dan naar kijken, dan ook gaan de grappigere dingen meer opvallen, denk ik. Zoals je die een deel doet, dat de focus op dat drama minder zijn dan. Mm-hmm. Voilà, kijk. Ah ja, ik had wel nog een vraag. Ah, ja. Nee, we zijn omdat er niet. De H van Humo daar juist werd vermeld. Ik heb denk ik alle spin-off dingen van Thailand wel gezien, maar de H van Humo, dat heb ik één keer gezien, dat jullie daar allemaal waren, de hele iedereen was daar van jullie. En jij hebt daar dan gebeatboxed. Ja. En Sammy heeft ook gespeeld. Bruno heeft ook gespeeld. En ja, Frankie was de enige die er zogezegd niet was, want die was wel echt in de gedaante van Wim. Maar ik heb hem maar één keer gezien. Dus als dat ergens op, misschien ook voor de luisteraars, als iemand dat weet staan... Dat zal wel ergens... Dat zal iemand wel... Is opgenomen hebben of zo. Ja. Ja, dat was in het Sportpaleis zeker? Of zo. Ja, dat ja. Ik herinner me alleen nog maar zo'n massa volk. Meer herinner ik me daar niet van. Maskertjes en gekke toestanden. Ja, dat moet al geweest zijn, ja. 2005 was je, ik had het wel humo, dus je gaat het misschien wel vinden. Ah, nee, ik weet nog iets. Wat we eigenlijk ook altijd vragen. Hebben jullie iets thuis van Thailand? Van... Dat rood rokje en dat jeansfest. En dat nog? Ja, ik denk dat wel. Want wij hebben zo een fantasie, allee, het gaat bij een fantasie blijven, hè, voor alle duidelijkheid, dat we zo ooit een hardrockcafé hebben. Zo van die, allemaal van die dingen aan de muur. Dus van bijvoorbeeld alle het rood rokje. Het rood rokje kan ik je bezorgen, en een staartje ook, hè, zo'n blond staartje. Dat heb ik ook nog wel eens. Ja, het rood duimtje en het bruin vestje. Dat zou wel cool zijn als ik dat nu nog... Dat komt helemaal terug, hè, voor de tweede keer. Ja, nee. Ja, want like Frank die had nog een pet van Bucky... Van in de glorie had hij de pretpot. Ja. Had hij ook nog. Ja. Voilà, maar kijk. Okay. Nu zit het er eigenlijk allemaal op. Vond het een beetje leuk? Ja, leuk. Of vinden we ons vrij raar? Een beetje freaks? Nee, helemaal niet. Om zo terug te gaan. Ja, ik vond het super tof om het nog eens te zien allemaal. Wij ook. Ja. Maar freaks zijn jullie uiteraard, hè? Ja, dat denk ik ook wel. Dat weet je zelf al. Ja, ik heb altijd zo gedacht, zo die mensen op die zo'n affect gaan, van oei, oei. Maar eigenlijk hebben wij dat ook alleen. Freaks, maar eigenlijk zijn wij gewoon veel erger nog. Ja. Ja. Dus ik kan ze niet meer erg vinden. Dus wat, voilà, kijk. Oké. Okay. Merci, dan mocht ik komen. Als je dat aanvaard, is dat oké, hè? Kan ermee leven. Ja. Mijn man misschien wat minder, maar... Hoeveel keer heb je dat nu al bekeken? Ik kan daar niet op antwoorden. Nee. Ik denk 12 keer. Ah ja. Geen idee. Maar nu kijk ik wel bewust. Het is nu eigenlijk al 2 jaar geleden dat ik echt zo aan één stuk gekeken heb. Nu kijk ik alleen maar niet. Samen met Christophe als we aan het opnemen zijn. Gewoon op mijn eigen kijken en alleen maar kijken, dat lukt ook niet meer. Het is altijd om een reden of zo. Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Nou, ja, maar als we nu gaan gedaan hebben... Dan ga ik wel even niet meer kijken. Ja. Dan heb ik het wel even gehad. Ja. Oké, we gaan het hier afronden. Ja, voilà. Okay, tot de volgende keer allemaal. En salut. Merci, Jeroen en Han. Graag voor de bijdrage. Doei. Salut. Doei.